Goedemorgen dames en heren en een super welkom weer bij Gloednieuwsvlog. Mijn naam is Mark en ik ben bij Twantje. Twantje is daar. Hallo, goedemorgen. Twantje is wakker. Ja, we kijken of hij er ook is. Hallo. Issue. En ik ga nog iemand laten zien aan jullie. Twantje heeft nieuwe diertjes. Twee iemand dat dan, hè? Twee zelfs. We gaan ze even bekijken. Goedemorgen. 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 Hallo allemaal. Hallo. Hey. Dus de konijntjes. En we gaan vandaag iets tofs doen. We hebben wel onze korte broek aangetrokken. Dus ik hoop wel dat het snel weer warm wordt. Het zou wel wat warmer worden vandaag, dus vandaag een korte broek. Welkom. Dan gaan we even ontbijten. En dan gaan we op naar de trein. Dus dat is goed. Zo mensen, we zijn weer op station. Wang. Bieren. En we gaan op naar richting Lelystad. Oh, echt waar? Oh, echt waar. We hebben lekker even ontbeten. Heerlijk hoor. Lekker koffie. Maar we hebben tijd weer om te gaan richting Lelystad. Dus let's do it. We gaan heen, Twantje. Met het vliegtuig weg. We gaan op reis. Ja. Oh, gezellig. Dus blijf wel kijken. Zo mensen, we zijn aangekomen op station Lelystad. We gaan even wachten op de bus. Of we moeten nog eens bestaan weer gaan fietsen. Maar dan gaan we op naar de airport. Dan gaan we op reis. Op reis, zeker. Mooi. Zo mensen, we zijn aangekomen bij Aviadroom. Met Twan. Yay! We gaan een reisje maken in het museum van Aviadroom in Lelystad. Er staat een mooie vliegtuig gelijk buiten. Een Space Shuttle. Space Shuttle. Dus we zijn benieuwd. Fokker, we gaan. Een Fokker. Een Fokker. Ja, dus we gaan leuke dingen zien hier. Dus blijf wel kijken. Zo, we zijn binnen. We gaan onderzoeken wat hier allemaal is. Zo. Zoals deze hier. Begin van het vliegtuig, begin van het geschiedenis. Weet je door de geschiedenis van het eerste vliegtuig? Eerste vliegtuig bouwen en dan mensen denken, hé, we gaan dus een vliegtuig bouwen omdat ze in de lucht kunnen blijven. Dat is het zo. Ja. Apart. Als ze zo zijn begonnen. Kijk hier. Iets met liedjes of zo. Luchtballon. De Henson Springfellow. 1843. Charge. Engeland. De eerste luchtvaartmaatschappij is geboren. Henson en Stringfellow richting de Aerial Transport Company op. Dat is de luchtballon. Dat is de luchtballon. Dus ja, dus we gaan een leuk vliegtuigje kijken. Ik ga jullie meenemen natuurlijk. Vliegen is een kermis. Het is eigenlijk wel een attractie. Tenminste, dat opstijgen, landen. Ja, in die tijd. De eerste vlucht over het kanaal. Oh ja. Stuurknuppel, maar het is al een stuurknuppel en kompas. Stuurknuppel, ja. Kompas, denk ik. Oh ja. De eerste vliegtuig. En hier staat hij ook al. Ja. Mooi. De eerste vlucht boven Nederland. Bij Etten-Leur. In 1909. Stoomauto.
Stoomauto. Oh, leuk. Kijk, wat anders dan een stoomtrein. Ja. Ja. Dus dit de eerste vleugel of zo? Een propeller. Restanten van een propeller. Een restanten houden propeller van het vliegtuig waarmee de assiement in de Maas duikt in een dodelijke crash maakte. Een dodelijke crash maakte, oh. Klinkt gezellig. Dat klinkt, ja. Eerste Nederlandse omgekomen vlieger. Allemaal spulletjes. De vorige had je zo'n bril nodig, hè? Ja, met zo'n, ja. Zo'n een hoedje. Dan ga je haar door de war. Ja, niks in je ogen. Nee. Wauw. Nou, ga zitten, Twan. Wauw, is dit de eerste vliegtuig? Ja. Wauw, wel indrukwekkend, jongens. Hij heeft ook nog helemaal geen stuur. Hij heeft van die daarmee stuur. Aan de voorkant, in plaats van. Ik denk dat ze dat toen aan die touwtjes moesten trekken, zo'n stuur of zo. Daar hangt nog een stuur over. Ja. Dat was het tweede toestel, denk ik. Die is ook wel kleiner geluid. Maar dat vliegtuig is wel erg indrukwekkend, jongens. Ik zie niet dat ze met 100 man in zijn reden gingen zitten, maar toch. Eén of zo? Ik denk één, denk ik, of twee zelfs. Meer, had je, meer kon het denk ik nog niet hebben, denk ik, qua gewicht. Maar dat is dus een beetje hetzelfde idee als dat is het zweven van de lucht, dus dat is niet heel makkelijk. Ja, je had wel iets van een motortje volgens mij. Dus, want daarvoor zie ik wel iets van een motortje. Oh ja. Het is 1914, 18. Oh. De kans. Tot de ontwikkeling. Ja. Wat mooi. Je gaat echt een reis maken door de geschiedenis van het maken van vliegtuigen. Dat is wel tof. Ja. Ja, ja, natuurlijk de Eerste Wereldoorlog. Dat is ook die tijd natuurlijk. Op die tijd hadden we de vliegtuig niet mogen uitvinden. Nee, dat is zo. Gebruikten ze de vliegtuigen als wapens eigenlijk. Ja, maar dat was dan weer niet de bedoeling in het ontwerp. Nee. Zoals je hier ook ziet, is de originele beelden. Oeh ja. Ja. Nee, je moet dan eigenlijk door de propeller heen schieten. Ja. En als dan is je door die groen. Ja, je zit natuurlijk op het vliegtuig. Ja. Ja, en als je de propeller raakt, krijg je rood. Ja, precies. Ja, je zit natuurlijk op het vliegtuig. Ja. Anders schiet je eigen vliegtuig kapot. Ja, dat is natuurlijk. Dat is wel knap. Kijk, zou je dat niet zien. Prachtig. Dus de fok in de Eerste Wereldoorlog. Oh ja, ja. Die zit dan in de neus. Ja. En deze had geen vleugels meer, denk ik. Die moest zo vliegen. Het lijkt nu wel een wesp. Met die mensen stekels zo. Ik ging zo naar beneden zo. Dat is een wel erg veel. Zie die wapens bovenop? We hebben achter, boven. We hebben nog eentje. Kleintje. Dit ziet er een beetje uit als zo'n speelgoedvliegtuigje die je dan op de kamer hebt hangen, als een toos. Oh ja. Maar dan niet echt. Had je deze maar hangen dan in de kamer? Dat is wel tof, dan zit iedereen raar aan te kijken als je verjaardag hebt. Ja, dan ben jij ook weer in de camera. Ja. Ja. Twee uur in. Burgerluchtvaart komt er dan een beetje omhoog. Oeh ja. De KLM komt dan. Ja, en zo zijn we weer in het jaar 1919. Ook de oprichting van het land dat KLM wordt opgericht. Wel mooi. Allemaal leuke spulletjes. Een aandenken aan de eerste vlucht van Holland-Engeland met de Fokker verkeersvliegtuig
van 30 september 4 oktober 1920. Oei ja. Mooi man, ik denk dat dit de piloot was of zo. Ja, die daar zit. Met dat niet vertellen. Ja. Je hebt niet echt veel mensen in kwijt. Nee, ik denk maar 4 denk ik. Oh ja, dat is toch wel wat. Dat is wel heel wat voor zo'n vliegtuig. Ja, nou ja. Wil je al wat meer passagiers meenemen? Lijkt me wel dat je maar eens met z'n 2 in kan, maar... Aircraft transport travel. Dat dus. Kijk eens, KLM. Dit is al iets meer... Dit is al KLM. Ja, dit is al iets meer dat je daar kunt zitten. Ja. Er zit wel echt wat meer... Moet je grof propellers zien dan ook dan, hè? Echt. Dus hier al gelijk al bij de vleugels al. Ja. Dan laten we nu al bij de vleugel gaan doen. Ja. Fokker komt terug naar Nederland. Oeh ja. Gaan we vleugels maken? De vliegtuigfabriek van Amsterdam. Een Fokker, hè? Daarvan, ja. Papenweg, Amsterdam. Fokker Mark Leiden in de jaren 20. We zagen de mensen uitvolgen, ja. In een bontjas. Ja. Ja, nu kan je daar niet aankomen bij de Partij van de Dieren. Scheveningen. Kijk, toen kon je voor 15... Frank, ik weet niet wat het toen was, gulden. 15 gulden mocht je naar van Den Haag naar Scheveningen. Met per KLM. Nou, nu moet je. Oh, dat vind ik niet zo ver, dat is dan maar 10 minuten. Ja, daarom. Je zit niet zo Londen, dat is al heel wat. Je zit niet zo Londen. Ja, met een Nederlands vliegtuig was dat al heel wat te doen. 17 mei land vanuit Londen de eerste lijnvliegtuig naar op Schiphol. Oh ja. Hoe oud is Schiphol eigenlijk? Nou, oh, dat vraag ik me af. Best wel lang. Dat is het oude Schiphol. Dit wat wil Schiphol. Oké. Allemaal motoren van vliegtuig. We gaan er even op knopje drukken. Alleen gaat het veel harder dan, hè? Ja, ja. Dit moet een soort hangar voorstellen, denk ik. Of de fabriek. En dit zal dan het eerste watervliegtuig zijn. Ja, die op het water kan landen en opstijgen. Ja, mooi. Maar is er zo'n vleugel van een vliegtuig? Ja. Het lijkt me nou, als je het nou zo ziet, lijkt het soort, ook zo'n zeil achter. Net zoals, het lijkt wel zeil, net zoals een vlieger, weet je wel. Ja. Maar dan heb je iets harder zeilstuk. Ja. Maar het is wel vliegen, het is wel een vleugel uit één stuk, want dit is denk ik... De middenkant. Bovenop, dan is het daar, weet je, dat is één stuk. Ja, dat denk ik ook. En dit is een beetje hetzelfde idee als een koets, zeg maar. Ja, kijk. Ja, kijk. Zo'n stoel hier, die je daar ziet. Zat in zo'n vliegtuig. Ja, zo'n vliegtuig. De eerste tankwagen voor vliegveld. Ja. Anno 1930. Wat mooi. Kon je benzine meenemen. En om die vliegtuig brandstof te zien. Zie je ook heel goed. Ja, dat zag je net in het filmpje ook doen, hè? Net. Dat die al die cilinders allemaal heen en weer gaan. En dan, dat is wel heel indrukwekkend. Maar toen hadden ze nog steeds touwtjes. Daarachter, om die vleugel aan. Oh, zie er autootje deze.
Laat ik een beetje een caravan. Ja, een beetje caravan. Ja. Meneer. Hallo, ik wil graag een vlucht naar Alicante. Parijs? Staat dat al? Even bellen. Moment, hallo. Voor de vlucht naar Alicante. Andere kant. Het voelt echt als je vliegt. Kijk, we zijn echt... buiten en de wolken zo. Kijk, we komen langs de Eiffeltoren. Oh, dat vind ik wel heel laag. Ja, als we de Eiffeltoren zien, dan is het wel heel laag. Ja, dat is leuk, hè. Oh, pas op, Tontje. Wilt iemand langs? Zo, dat was de vlucht. Het was wel leuk om even te voelen hoe het vroeger voelde, het vliegen. Oh, wel, ja. Als dit nu nog een vlieger was, dan was het wel. Dan kun je bijna amper in slaap, joh. Ja, of juist wel. Dan gingen we de baby dan wel heel mooi makkelijk slapen. We gaan kennis maken met het bouwen denk ik, van een vleugel, denk ik. Nee, dit is een neergestort vliegtuig. Neergestort vliegtuig? Dat is origineel trouwens, volgens mij ook. Hmm. Het vliegtuig is een originele KLM vliegtuig, maar hij ziet er een beetje neergestort uit. Het is een beetje een idee, net zoals zo'n Zeppelin, weet je wel. Die heeft ook zo'n constructiebouw. Ja. En dan heeft hij zo'n dingen eromheen. We gaan in de Flying Dutchman. Kijk, alle koffers zitten hier gewoon opgegooid op een stapel. Pleuren ze gewoon neer. Ja, het schelen. Ja, hopelijk staat dat wel vast. Niet dat ze noodrem in dat alles naar voren gegooid. Ik kan me voorstellen dat allemaal van die stukjes zo zaten. Nu zit je allemaal een beetje rechtop en nu zit je schuin naar boven. Ja. Dus hier word je echt in je stoel gedrukt, kan ik zeggen. Hier wordt echt wel, ja. En dan gaat hij zo omhoog. Ja. Nou, dus Flying Dutchman, jongens. Of de D3 of de Douglas. En vroeger had je mocht nog. Dat zit er wel weer lekker. Vroeger mocht je ook nog roken in het vliegtuig. Ja, dat zit. Oh, dat zit er wel. Ik ga even naar de motor kijken. Dat vind ik altijd wel mooi om te zien. Nou, je zat de radio. Hoorswerktuig, denk ik. Kunnen ze. Dat is echt heel raar lopen, is dit. Dat is heel raar lopen. Ik denk dat de radiocommunicatie een hoorswerktuig is. Wanneer? Normaal gesproken. Woordenradio, denk ik. Oh, weet je hoe klein, jongens? Sowieso heel krap. Ik weet niet hoe het nou nog steeds zo krap is, maar als je er zo zit, ja? Niet van de vliegtuigen tegenwoordig. Nee. Laat jullie even de cockpit zien. En zo zit je dan in het vliegtuig zo. Het vliegtuig staat een beetje zo omhoog, moet ik zeggen. Dus dat is een heel apart gevoel om daar in te zitten. Nee. Kom op je. Piloot kijken. Zo. We gaan weer uitstappen. Zo, we zijn weer geland. Wat iedereen altijd doet als die vliegtuig komt, die bang zijn voor vliegen, de kustengrond. Ja. Maar dan gaan we naar links, hè? Want het ging doorgaan. Ja. Oh, moet het zijn? Oh, moet het zijn? 1945, zo oorlogstijd. Oh nee. Dan naar de duurtjes? Naar de Duitsers. Gezellig. Kijk, hier heb je nog een cockpit. Zoals je ziet. Weer een beetje dat zien, maar... Je mag ze niet zien. Die hoeft dat. Oh, wacht, dan kun je er staan. Ja. Zo kunnen we weer hebben. Mooi, hè? Indrukwekkend allemaal. Al die, we zijn nu in de jaar 1940, 1945 in de Tweede Wereldoorlog tijd. En dat zijn allemaal vliegtuigen van de Tweede Wereldoorlog.
van allemaal landen, van Duitsland, Frankrijk, Verenigde Staten en van mij is de Sovjet-Unie. Sovjet-Unie, ja. Dus ja, dat is cool. Laten we wat dingen zien. Ja, maar zo type van vliegtuig willen ze nu gaan bouwen, zoiets. Tenminste zo'n V-vorm. Dat leek wel een, wat is een ding? Vliegen. Ja. Een Fokker CV-D. CVD. Ja. Zo'n motor was 50 jaar oud of zo. Die moesten vervangen. Maar ze hadden geen andere. Kijk, een beetje muffie. Ja. We zitten nu in de flying dishman van de KLM. Mag niet op de stoelen klimmen. Dat ziet er wel indrukwekkend uit. We gaan nu bij de cockpit kijken. Kijk even omhoog. Hoe kun je nou naar buiten kijken? Nee, dat is al een stuk groter. Kijk even omhoog kijken. Kijk, we hebben die boordkamer hier ook al neergezet. Ja, voor de boordwerktuig. Ja, oh, zo kan je beter zien. Je hebt wel iets meer ruimte dan net. Ja, dat is wel iets meer van zich geworden. En je zit iets meer rechtop. Ja. Je voelt nog wel een beetje schuin zitten, maar dat is altijd volgens mij met vliegtuig, maar wel vet. Let op, hè. Dat is moeilijk. Mooi, hè? Bijzonder, dat er zo'n luikje in zit. Ja. Meneer vertelde net, in het vliegtuig erboven zit een luikje, waar je net zag, naar boven kon kijken. En die gebruikten ze vroeger voor het navigeren. En ja. En dan, ja. Want vroeger hadden ze nog een navigatie of een radar. En vertelde hij dat de sterren de weg wees. Indrukwekkend. Dan moet je echt wel heel veel verstand van sterren hebben. Ja. Of, Ik zou zeggen de maan, want dan kan je toch zien wat de stand van de maan waar die dan staat. De maan of de zon? Ja. Ja, maar nee. Dat was de eerste vliegtuig die boven de wolken kon vliegen, dus ik kon niet meer zien waar je bent. En ja, wel indrukwekkend. En ja. Maar het was eigenlijk afgekeken van de schepen of zo, scheepvaart. Maar ja. Ja, alles eigenlijk wel. Eigenlijk wel, hè. Maar ja, zo leer je wel weer van anderen. Ja. Nee, zo, de stoelen, vliegtuigstoelen van de KLM. En ook nog deze. Dan kan je bijna liggen. Dit is de business class. En dan is de economy comfort. En dan is, en ik denk dat dit ongeveer de formaat van de Ryanair is. Ja. Nou, dit waren alle pakjes van de vlieg. Van de maatschappij KLM. Van de piloot, van de stewardessen. Grondwerkers. Wat is die rode dan? Nou. Je hebt een keuken. Ja, en dan kan je waar voor mij de studeurs al tussen zitten. Ja, kun je, ja, precies. Op het moment dat ze op gaan stijgen of landen, dan gaan ze zitten. Dan zit hier normaal een telefoon, dan kun je omroepen. Ja, dat is niet eerder ook aan boord. Ja, zelfs een toilet hier. Ah, het toilet. Dat is hier open, het toilet. Nee. Wel leuk mensen hier. Als je een keer kans krijgt om naar Afrika te gaan. En jouw van vliegtuigen. Dat is wel een aanrader. Oh, ben niet dronken. Dit waren de neuzen van de vliegtuigen waar we net in waren. Leuk om te zien zo. Van de vliegtuigen ook. De F-27. We gaan weer lekker verder. Oeh, gezellig. De toekomst gaan we heen. O jee. Straalmotoren. O jee. Zo. We zijn bij de ruimtevaart aangekomen. Yes. Ja.
Zo'n satelliet, dat ziet er dan uit of zo? Ja, heb je hier allemaal van die zijkanten. Zonnepanelen. Wat natuurlijk stroom van de zonnepanelen inderdaad. En dan hier achter ook nog van de hele achterwassing. Zo'n beetje van de Sovjet-Unie, hè, van de Russen. Ja. En de voorkant is volgens mij van Amerikanen. Die dingen bouwen mensen toch of zo? In die rondjes, ja. 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 Dus het hele ding eigenlijk, daar woont niemand. Alleen ja. in die bolletje. Ja, precies. En dan rechtdoor nog. Je kunt ze aansluiten. Ja. Wat leuk! Gaan we in de Boeing 747. Dus ja. Let's go. Zo werkt het, zeg maar. Dat is vroeger. Dat is vroeger, nog steeds. Kijk, hier kan je dan de slurf mee bedienen. Ja, de slurf. En zo loop je dan de vliegtuig in. Dat is de deur met een glijbaan, hè? Ja. Gezellig. We gaan eens even kijken. Kijk, kies dan. Het is de cargo. Goeiedag. De boordwerktuigkundige toen destijds. Oh, je kijkt niet uit. Oh ja, dat dan. Zo, we hebben nog eventjes een lekker eten. Een sausbroodje, cappuccino en ze hadden ook slush. Dus ik heb ze voor allebei gekomen. Dus lekker stoeit. Eet smakelijk. Zo, de buik zit weer vol. Gaan we weer. Ik ga een heel klein poging doen. Heel klein. Door de parcours heen te lopen. Er staat hier een parcours voor de marinehuil. Voor mensen die daar gaan vliegen. Dus ze moeten ze goed kunnen concentreren. Een goede snelheid hebben, goed kunnen zien. Goed kunnen klimmen. En natuurlijk een ja. Maar ik probeer jullie mee te nemen, maar dat is wel moeilijk met de camera. Dus. Nou, dan gaan we hoor. Hey. Even kijken, we moeten hier dan doorheen klimmen. Het zal niet aanraken. Af. Ja, dat heb ik. Je hebt geen 18 meer. Nee, dan moet je hier een slinger geven. Dat doet wel aan die kant. Oh, wat is het elkaar of wat? Ja, denk het. Dan moet deze slinger. Blijkbaar. En dan moet je hier doorheen lopen. Ik heb al niet zo'n goede evenwicht. Nee, nee. Ah! Ik zei toch geen goede evenwicht. Woehoe! En dan moeten we hier gaan klimmen. Nou, dat is niet zo moeilijk. Dat is één klim. Auw! Oh, dit is leuk. Dat kan ik. Dit is de G-kracht te testen. Dat kan ik. Ik moet even mijn tas even in de gaten houden. Dat kan ik. Oh, dit is echt een kut ding. Oh ja, oeh. Oh, nou dat is leuk. Man. Ah! Dit zijn de G-krachten. Ah! Ik wil eruit. Ah! Stop! Yay! Ah! Nou, genoeg te doen hier in ieder geval. Wat is even leuk, even weer een parcoursje. Ik zou het niet kunnen. Ik ben al back-up naar Ido. En ik ben nog steeds duizelig, draaierig van dat ding. Jij ook? Ja. Beetje draaierig. Maar we gaan naar Schiphol. Gemeente Luchthaven Amsterdam Musical Airport. Ja. Oftewel vroeger Schiphol was, denk ik. Schiphol. Landingsterrein. Dit is het middelpunt van het landingsgestel van.
vroeger denk ik. Ja, een beetje dan, hè? Ja, precies. Wat zie je? A, B, C, D, E, F, G. Zo mensen, het wordt tijd om de hangar van Avierdrum te zien. Dus let's do it. Zo, we zitten even in de noodverkeerszone van Avierdrum. Ik vind het super gezellig, daar ben je wel blij dat je uit die simulator was. Het was heet. Ja. Als je het lang is, dan word je denk ik wel misselijk in die ding. Even kijken bij de cockpit van een straaljager. Hoe klein is dat, jongens? Heel klein. Geen claustrofobie hebben je. Nee. Zo, we zijn weer buiten van de Avierdrum. Het was super gezellig met Tantje. Ja. We waren net erg bij de 4D film eens kijken, dat was matig. Maar het was wat meer een verhaal en dan ja, het was wel grappig, maar gewoon verder fantasieke film. Maar super leuk. Tot zover deze vlog, anders wordt het wel een hele lange vlog. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze vlog. Heb je genoten? Beloon met een duimpje omhoog. Vergeet niet even te abonneren als je nieuw bent. De jongens staan ook in de beschrijving. Mocht je willen checken. Het is wel een raafje in Tarot Troep, hè. En volgende week maandag om 7 uur nog een nieuwe vlog. Check het dan maar weer. En dan zie ik je volgende week.